stap 2 bij het oprichten van je bedrijf als ZZP'er is om je bedrijfsvorm te kiezen. Er zijn verschillende bedrijfsvormen, zoals een eenmanszaak, VOF, BV, stichting. Er zijn er een hoop. Maar eigenlijk kiezen de meeste gastouders ervoor om een eenmanszaak op te richten. Dat is het makkelijkste, omdat je gewoon zelf in het bedrijf werkt en het niet om enorme sommen geld gaat. Het grootste verschil tussen een BV en een eenmanszaak is dat je wel hoofdelijk aansprakelijk bent. Dat is belangrijk om te weten, maar belastingtechnisch is het wel echt het slimste om een eenmanszaak op te richten. Wil jij samen met een vriendin beginnen? Kies dan voor een VOF.